Ellen Thomansen verlaat de Drutense politiek. 14 jaar lang heeft ze zich ingezet voor dorpslijst Deest. Ik ben ooit de politiek ingegaan omdat ik overal eigenlijk wel een mening over had. En mij werd verteld, je moet niet aan de zijlijn lopen schreeuwen, maar zelf er ook iets aan doen. Dus je handen uit de mouwen steken. Wij hadden in het dorp Deest vaak het gevoel niet gehoord te worden in gemeente Druten. En als je daar wat van vindt, dan moet je het ook op de plek neerleggen waar het hoort. En dat is dus een van de redenen waarom ik voor Deest de politiek ben ingegaan. Bij de verkiezingen van 2018 twijfelde Thomassen ook al over doorgaan, omdat ze samen met haar man Dorpshuis het Trefpunt overnam. Maar toen er werd gesproken over een mogelijke fusie tussen Druten en Wijchen, besloot ze toch te blijven. Toen heb ik gezegd van nou, luister, dan blijf ik tot aan de fusie. Mooi eindpunt, 2023. En dan heb ik 5 jaar de tijd om een bedrijf hier op te bouwen. Maar goed, de fusie ging niet door en werden de kaarten anders geschud. En toen kwam er ook nog eens een keer die coronatijd overheen. En dat maakt het nog wat complexer. En ja, toen hebben we heel veel met elkaar gesproken van wat gaan we doen. Aan de ene kant vind ik het jammer, want je hebt natuurlijk een netwerk opgebouwd. Je hebt een relatie met overige raadsleden. Je hebt een goede band met je inwoners opgebouwd. Je bent laagdrempelig. Tenminste, daar heb ik altijd geprobeerd te zijn. Ook als ik op straat liep, konden mensen mij aanspreken voor wat dan ook. Dus in dat opzicht ga ik het missen. Maar ik denk dat ik er hier in dit dorpshuis veel voor terugkrijg. Thomas heeft al een aantal toekomstplannen voor het dorpshuis. Wij gaan ons eigen richten op het nemen van afscheid in huiselijke sfeer. Dat betekent een afscheidsdienst of een mis met een koffietafel. Daar willen wij ons eigen voornamelijk ook op richten. Het is iets wat we toevoegen aan de bestaande activiteiten. Dus ook voor verenigingen, ook voor mensen die een feestje willen geven. Of voor de particulier, in dit geval de bedrijven, zijn we er ook.